Hallo leuke goochelvrienden, tijd voor een nieuwe goocheltruc. Als goochelaar moet je altijd in het bezit zijn van een fotografisch geheugen. Nu, wat houdt dat juist in, zo'n fotografisch geheugen? Ik zal het jullie even tonen. Je neemt bijvoorbeeld een spelletje kaarten. Je laat een toeschouwer een kaart kiezen. Bijvoorbeeld deze kaart, om het heel simpel te houden. Onthoud deze kaart. Heel goed. Deze kaart leggen we gewoon bovenop ons kaartspel. En dan nemen we een fotokadertje. Dit fotokadertje gaan we open doen. Zoals je kan zien, doe je de fotokader open. Uiteraard heb je dus de fotokader zelf, het glaasje, ook niet onbelangrijk, de passepartout. Een passepartout, dat wil dus zeggen in het Frans, het past altijd. En natuurlijk onze achterkant. We doen dit fotokadertje helemaal toe. Ziezo, zoals je kan zien, helemaal opnieuw afgesloten. We zetten het fotokadertje opzij. We nemen ons spelletje kaarten erbij. En dan doen we een magisch gebaar. Hoplakidee. En als we nu gaan kijken, dan blijkt dus dat de gekozen kaart plotseling uit het kaartspel is verdwenen. Nu zullen jullie denken, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Wel, dit is heel eenvoudig mogelijk. Ik zal nog eventjes alle kaarten laten zien, zoals je kan zien, dat echt wel de gekozen kaart verdwenen is. En geloof het of geloof het niet, lieve vrienden, maar door het fotografisch geheugen is de gekozen kaart verschenen binnenin onze fotokader. Ik dank jullie voor het kijken en zie jullie graag terug in een volgende goochelvideo. Dag vriendjes en vriendinnetjes!